Vandaag maken we kennis met de Hakiu-puzzel. Deze puzzel lijkt erg op een tektonic-puzzel, maar er is een verschil. Hier is het wel toegelaten dat hetzelfde cijfer diagonaal bij elkaar staat. Er is een andere beperking. Tussen de cijfers 1 dient zich minimum 1 vak te bevinden. Tussen de cijfers 2 dienen 2 vakken te staan, minimum. Dus als we hier een 3 hebben, dan kan er daar geen 3 zijn. Dus mogen we onmiddellijk de 3 daar plaatsen en de 2 daar. Oké, we zijn vertrokken. 1 vakje, simpel, de 1. Hier 2 vakjes, de 2 mag daar niet, want er staat al een 2 onder. Dus 1, 2. Hier ontbreekt een 3. Daar ontbreekt een 3. Hier de 2 mag niet daar. Ook niet daar. Dus moet die daar. Voor de 1 en de 5 is er nog geen duidelijkheid. Maar misschien gaan we die vinden hier. De 1 mag niet hier. Dus moet het de 5 worden. Daarboven de 1. Door de 5 die we hier hebben, kan de andere 5 alleen daar staan. Hier hebben we de 1. Oké. 3 en 4. Oké. Door de 3, daar moet de 4 dit zijn. En dit wordt een 3. Oké. Hierboven. 3 en 4. Als we hier een 4 plaatsen, dan is er onvoldoende ruimte voor een andere 4 voor deze regio. Dus is het een 3. En dit is een 4. De 2. Sorry. Hier mag hij niet. Vanwege. Hier ook niet. Dus moet hij daar. Een 4 en een 5. Dit moet een 5 worden, want we hebben hier de 4. De 4 komt daar. Eens kijken. De 3 en de 4 mag hier niet, dus is het een 5. 3 en 4. We hebben hier een 3, dus moet de andere 3 daar. De 4. Oké, einde is in zicht. De 1. Niet hier. Niet daar. Niet daar. Maar hier. Oké. De 4. Niet hier. Niet daar. Maar daar. 2 en 5. 2 kan niet. Dus is dit een 5. Dit wordt een 2. Wat hebben we hier nodig? 2 mag niet hier. Hier wel, maar hier ook, daar komen we niet verder. De 1, die staat er al, 4 en 5. Ja, de 4 mag niet hier, vanwege dit, ook niet daar, vanwege deze 4. Dus moet de 4 hier komen. Dit wordt dan een 5, vanwege de 2. En dit wordt de 2, oké. 4 kan alleen maar op deze plaats. 2 en 5, dit wordt de 2, want we hebben daar de 2, dus dit is een 5. Controle. Alright, de Hakiu-puzzel is gemaakt. Ik hoop dat jullie veel plezier beleven aan deze nieuwe tectonic variant. Bekijk ook eens de andere logische puzzels op onze website. Tot de volgende video. Dag.